Nou, dan gaan we, Kees. Ja. Dinsdagochtend was geen doorsnee-ochtend voor een aantal bewoners van de woonlocatie Johannes Vijzen van de Wever. In plaats van het kijken naar de treinen die voorbij hun appartementen aan de burgemeester Brokslaan rijden, mochten ze vandaag met de trein op reis. En daar komt meer bij kijken dan je misschien zou denken. Nou, we hebben denk ik ongeveer een half jaar geleden al het eerste contact met de NS gezocht. Van wij willen dit heel graag gaan doen. Is dat mogelijk? Met de planningen hebben we allemaal rekening moeten houden voor het personeel. Verder natuurlijk van wie kan er allemaal mee. Daar kun je ook niet al te lang van tevoren doen. Dus daar hebben we ook allemaal vorige week bijvoorbeeld pas kunnen doen. Maar ook van hebben we genoeg vrijwilligers, hebben we genoeg medewerkers. Ja, dat soort dingen, dat komt er allemaal wel bij kijken. En ook voor de bewoners was het best spannend. Want voor sommigen was het al een hele tijd geleden dat ze voor het laatst een trein van binnen hebben gezien. Heel lang geleden denk ik was. Ja, dat is heel lang geleden, ja. Het nieuwe station, de sprinters, de OV-chipkaart, voor de meeste reizigers zijn het inmiddels bekende taferelen. Maar zeker de ouderen die vroeger met regelmaat de trein pakten, zagen de verschillen tussen toen en nu. Het is wel een hele bijzondere dag voor u, want vroeger ging u altijd wel met de trein, ja, hè? Ja, ik hoop het. Vrater is een deurende geboren. Ja. En toen ging hij altijd wel met de trein mee. Dus dit is een hele speciale dag om nu het Centraal Station ook weer een keertje te zien. En dan kwamen wij daar ook weer op de tijd, maar tegenwoordig niet meer. Nou is het de eerste keer weer, na al die jaren. En een van de grootste verschillen is misschien toch wel de drukte in de trein. Maar vroeger was ook de trein een populair vervoersmiddel. Ja, vroeger wel, ja, toen. Want ja, toen had mijn man geen auto, dus ik wil zeggen, het ging ook altijd met de trein. Maar, ja, maar het was zelf een auto, weet je, en dan gaat de automatisch mee wagen. De reis ging niet zo heel ver, van station Tilburg naar station Tilburg Universiteit. Maar met de koffie en de lunch die de bewoners bij aankomst kregen, was het voor allen toch wel een hele bijzondere ervaring. Het maakt uniek dat deze bewoners al sommige 30 jaar niet meer met de trein zijn geweest. En vandaag mochten we dan met de NS mee. En dat maakt het zeker uniek, want ik denk dat het voor bewoners echt de laatste keer is geweest dat zij met de trein mee konden. En dat maakt het ook wel uniek.